aan de tijd? Natuurlijk, hoor, Ribo, ik kom er even bij. Denkt u aan de tijd? Het ziet zo. Denkt u aan de tijd? Wat zijn u? Denkt u aan de tijd? Die lees ik niet. Nee. Ik hoor net, hoor ik die man hoor ik praten over dat er is problemen met de kaartjes. Hè? Wie staat er aan? Staat u aan? Oh, daar. Met die kaartjes. Dat is zo, dat is niet zo'n probleem met die kaartjes, om kaartjes te krijgen. Als u kaartjes nodig hebt, kan u altijd met mij praten. Karel van Ravenswaai. Karel, ik ga over de kaartjes, dus ik heb een heel zwart circuit opgezet. En ik koop van tevoren koop ik de hele zooi op. Dus je kan altijd met mij, kan u dus terecht. Dat kost natuurlijk wel even dubbelen, dat is logisch. Je moet ergens van leven, dan kan je bij mij terecht. Ja, wou u wat vragen? Ja, graag. Mag het? Natuurlijk, u kan alles om mij vragen. Als u antwoord wil geven. U verkoopt dus zwarte kaartjes? Ja, nou is... niet de kleur, maar ik verkoop ze zwart. Ik begrijp het. Ja. Dat is dus illegaal. Zeg u? Illegaal. 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 Illegaal, ja. Maar er gebeurt zoveel illegaal natuurlijk. Alles gebeurt illegaal tegenwoordig. Hè. Maar er kan mij weinig gebeuren, omdat het, als dat het niet zou mogen. Hè. Ik heb het namelijk zo, ik val niet op. U valt niet op? Nee. Dat is u waarschijnlijk nog niet opgevallen. Nee, maar u valt niet echt op, nee. In tegenstelling met u, ik val niet op. Ik zit namelijk voor het theater zit ik te vissen. Dus ik bedoel, ze kunnen mij niks maken van overhand. Weet je, dat mag natuurlijk niet. Dat begrijp u wel, hè? Maar u valt niet op. Dat begrijp u zelfs wel. Wat zegt u? U valt niet op. Nee, nou, dan zeg ik het zelf. Ik val niet op. Dus ik zit voor het theater zit ik te vissen. Ik heb, dan zit ik hier op dit melkkrukje zit ik altijd. Hè? Oh, dat is een melkkrukje, dat ziet u wel. Geen viskrukje, dat is een melkkrukje. Is geen viskrukje. Nee, dat is een melkkrukje. U kent toch een verschil wel tussen een viskrukje en een melkkrukje? U mag het me uitleggen. Mogen we zo'n man handhaven? Weet je, maar kijk, dit is een, dat was een begin van een applaus, hoor. We krijgen hem wel weg, hoor. Maar dit is dus het melkkrukje. En je kan een melkkrukje kan je herkennen, omdat je het kan melken, hè. Kijk, dit is melkkrukje. Als ik nou hierin knijp, dan krijg ik... een melkje. Gaat met mijn vingers in u wel, hè. De geitje. Het is een truc, hè. Ik mag het eigenlijk niet uitleggen, hè. Maar goed, dat geeft niet, hè. Nu kan ik nooit meer de vragen stellen die we afgesproken hebben. Want u zit nu al in de melk. Ook ja. Van een ellende. Zeg, maar u verkoopt kaartjes voor dezelfde avond dus? Nou, ik verkoop ze voor elke avond. Alle avonden. U maakt mij niet uit. Dus ik zal maar zeggen, nou komt in Carré en de hand... U vindt niet erg dat ik het even weggooi? Nee, ja. Natuurlijk. Ik gooi alles weg. Nee, u valt niet op. Zijn we lekker vroeg uit, partij naar bed. Hè? Maar ik verkoop alle soorten kaartjes. U kan mij vragen wat u wil. Dat is, en ik heb ook de... Je kan ook zeggen waar je wil zitten. Ik heb hier de platte gronden van het theater heb ik bij. Dat zie je wel. Het is knap warm hier trouwens. Maar eigenlijk... Ja, sorry dat ik het zeg hoor, want u houdt zich keurig aan de tijd. Zeggen, ja, u valt toch niet op, dus natuurlijk. Maakt niet uit. U wordt toch niet serieus genomen. Nee. Eigenlijk bent u dus een oplichter. Zegt u? Een oplichter. Ho, 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 ho. We gaan natuurlijk niet te ver met de opmerkingen. Ik bedoel, want dan kan ik ook nog een paar dingen gaan zeggen. Even oppassen. Oké. Ja. Ja, maar u bent dus een oplichter. Zeg u? U bent dus een oplichter. Nee, u begrijpt, het is handel. Ik ben een kleine zelfmiddenstandiger, begrijp u wel? Ja. Het is gewoon puur zakelijk. Het is, ja, ik bedoel, kijk, ik ben nou toevallig niet in de Tweede Kamer terechtgekomen, maar dan had ik ook terecht kunnen komen. Ja. De bril is goed. Zeg u? De bril is goed. Heb ik een bril op? Ja. U ziet ook alles. Ja, hij ziet alles, hè. Hij zegt, ja. Dank u. Oplichter, maar u vindt het niet erg. Er gebeuren ergere dingen. Wilt u er gebeuren zeggen. Veel ergere dingen. Ik zal maar zeggen, als je nou tegenwoordig neemt met de autoradio's. Die worden toch ook wat leden. Autoradio's, die worden er maar uit. Maar al 5 keer hebben ze mijn auto eruit ingegooid. 5 keer hebben ze me al ingegooid. Autoradio. Maar ik heb er wat op gevonden. Wat doet u dan? Ja, nou heb ik een bril op. Ik heb er wat op gevonden. Ik neem hem namelijk altijd mee, die ruit. Wat had hij? Oh, hier ligt hij. Ja. Ik heb hem al. Kijk, zie je wel. Oh, u heeft uw eigen ruit altijd. Ja. Ik heb de auto ruit heb ik bij. Dat begrijp je wel, hè? Dat is duidelijk, hè? Ja, maar en waarom neemt u die ruit dan altijd mee? Ja. En zo zit ik eigenlijk altijd in de handel, zou ik maar zeggen. Ik heb nou bijvoorbeeld dit pak heb ik weer gekocht voor u netjes. Keurig pak. En ik heb het goedkoop kunnen krijgen, want die man zegt, die zit een klein foutje aan, de gulp zit dan achter.